De Tilburgse politie heeft dinsdagmiddag in een loods op het industrieterrein Loven een amfetaminelab aangetroffen. Toen agenten rond 2:15 bij de hal aan de Kapitein Halterasstraat naar binnen gingen, bleek daar een 33-jarige Bossenaar aanwezig te zijn. Hij werd als verdachte aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek. Uit metingen bleek dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie, waarna rechercheurs konden beginnen met een onderzoek. De Tilburgse politie wordt bij het leeghalen van het laboratorium ondersteund door medewerkers van de landelijke faciliteit Ontmantelen. Dat is een gespecialiseerde eenheid van de brandweer en het Korps Landelijke Politiediensten.